een enge rode auto aankomen. Oh, ja. We zijn hier in de voormalige Jan Lichthartschool en tegenwoordig is het atelier van verschillende Amstelveense kunstenaars en zij hebben ook allerlei werk opgehangen, dus als, als we zo meteen klaar zijn, maak een rondje en kijken wat ze allemaal te bieden hebben. Ons burgemeester Bas Eenhoorn, fijn dat u bent, burgemeester. Leuk te zien. Ja, want u moet ook nog wat werk verzetten vanmiddag, om het allemaal officieel te maken. En dat is om dit gebouw officieel gemeentelijk monument te maken. Maar we hadden hier niet gestaan zonder, de burgemeester is natuurlijk altijd heel belangrijk, maar ook Ewa Petit van Burgerbelangen Amstelveen. Fijn dat je bent, jij zult zometeen ook nog even wat zeggen. Want jij bent degene geweest die een motie heeft ingediend toen wij met die pensioen bezig geweest zijn op de Randwijklaan 13. En toen ontstond toch wel het idee hier in Amstelveen, hoe kan het nou zo zijn, en ik zie Wim Bornstein en anderen, dat zo onbekend is. Dat wij verborgen pareltjes hebben en waar we eigenlijk van zeggen, totdat er een ontwikkeling is, want dit gebouw stond ook heel erg lang toch wel op de lijst van ja, geld verdienen, woningen maken of andere zaken. Ja, en dan verkoop je toch een beetje je ziel. En dat betekent dat je daar zorgzaam op moet zijn en dat moet je beschermen. En Ewa heeft toen de tijd het initiatief genomen te zeggen van nou ja, laten we een soort meldpunt oprichten voor alle Amstelveeners om dat te doen. En even kijken, er zijn 72 meldingen binnengekomen met als grote winnaar naar dit gebouw. En dit is 24 keer ingestuurd. Dus dat historisch besef leeft in Amstelveen en dat is geweldig. En wij hebben Vereniging Historisch Amstelveen gevraagd hier naar te kijken. En deze selectie wordt vervolgens nog voorgelegd aan onze erfgoedcommissie. Dus dit is de start en waarschijnlijk komen er nog meer andere panden ook bij. Amstelveen is toch vaak ja, de zuidflank van Amsterdam, nieuwbouwwijken, een stadshart wat allemaal jaren 80, jaren 90 is. En wij zijn, en dat vind ik toch wel bijzonder en ik denk dat het ook heel erg goed is, dat de laatste jaren steeds volwassener worden en dat betekent ook dat je gewoon gaat terugkijken van wie ben je, waar kom je vandaan en wat is ons verleden, wat is onze geschiedenis en hoe zorg je ervoor dat je dat ook een goede plek geeft. Maar voordat ik daar heel veel andere dingen over zeg, zou ik toch Ewa vragen om naar voren te komen. Een applaus voor Ewa. En ik heb het woord opgezet. Dank u wel.
allereerst hartelijk bedankt dat ik hier mag zijn en dat ik iets mag komen vertellen over ons initiatief om te komen tot een meldpunt voor monumenten. Ik ben hartstikke blij dat we hier vandaag zijn, dat er het eerste monument aangewezen gaat worden, dat u er allemaal bent en belangstelling heeft voor het onderwerp. Nogmaals, mijn naam is Eva Petit en ik ben raadslid voor Burgerbelangen Amstelveen. En BA is een partij die cultureel erfgoed eigenlijk altijd al heel belangrijk heeft gevonden. Het karakter van Amstelveen. Natuurlijk is nieuwbouw belangrijk. Alles, Amstelveen verandert, wordt nieuw. Maar we vinden het ook heel belangrijk dat de oude elementen van Amstelveen bewaard blijven. Monumenten, beschermende stadsgezichten. Denk aan het oude dorp. Denk aan bepaalde delen van deze aan de Amstel. Er zijn zoveel mooie huizen, scholen, kerken hier in Amstelveen. En we vinden het heel belangrijk dat degenen die nog zijn blijven staan natuurlijk ook bewaard blijven. We hebben daar ons daar al een jaar voor ingezet. Denk bijvoorbeeld ook aan de Heemwacht. Iets wat onze partij ook heel belangrijk vindt. En dat nu ook een tijdje geleden monumentale status heeft gekregen en daardoor beschermd is. Een ander actueel onderwerp is de museumtrekking. Ook iets wat in onze beleving echt typerend is voor Amstelveen. Dat loopt door Amstelveen en Amsterdam heen. En in Amsterdam zijn een aantal ontwikkelingen. Waardoor nu de stalling bij het Haarlemmermeerstation dreigt te vervallen. Dat zouden wij eeuwig zonde vinden als zoiets wat zo typisch voor Amstelveen is om te verdwijnen. Dus dat is ook iets waar we ons als BDA hard voor maken. Ja, het meldpunt. Herbert heeft net al het een en ander verteld. Inderdaad, het pand aan de Randwijklaan is de aanleiding geweest. Op het allerlaatste moment door initiatief van omwonenden werd bekend dat er een heel bijzonder verhaal achter dat pand zat. Met in actie gekomen en het is van de sloop gered, waar wij uiteraard ook heel blij mee waren. Maar het heeft wel geleid dat ik dacht van goh, misschien zijn er nog wel meer verborgen pareltjes inderdaad hier in Amstelveen waarvan wij helemaal het bestaan niet kennen. En wat zou er mooier zijn dan gewoon de kracht van inwoners van de wijk zelf gebruiken om te kijken waar die verborgen pareltjes nou staan. Dus zo is het idee ontstaan om een meldpunt te maken. Wat Herbert net al zei, ik ben heel erg blij dat er al zoveel gebruik gemaakt is van dat meldpunt. Ik ben ook heel erg blij dat het college het zo voortvarend heeft opgepakt. Het idee is begin 2018 ontstaan en in de zomer zijn de eerste aanmeldingen al binnengekomen. Waarschijnlijk dank voor uw inzet ook daarbij. En ik denk dat we dan nu overgaan naar het officiële gedeelte. Ik wil graag de burgemeester. Kort woordje van de burgemeester. Ik dacht alleen ingehuurd te zijn voor het zetten van een handtekening, want zoals u weet is het ambt van burgemeester totaal veranderd. Wij houden ons bezig met openbare orde en veiligheid en soms zijn we genoodzaakt panden te sluiten waar iedereen dan tegen in opstand komt. Maar ja, er zijn toch aanwijzingen dat het dat nodig is en dat dus om de veiligheid van Amstelveen dus te waarborgen. Er soms maatregelen moeten worden genomen die niet iedereen plezierig vindt. Dat is eigenlijk de nieuwe crimefighter opdracht van burgemeesters. En daarnaast zetten ze handtekeningen. Ik herinner dat mijn kinderen, toen ik nog jong burgemeestertje was van een jaar of 30, dat die geweldig vonden om mee te gaan. Want ja, wat deed papa? Niks anders dan handtekeningen zetten. Die handtekening van mijn kinderen kan ik makkelijk namaken, want het is ongeveer een kopie van die van mijzelf. Dus ik dacht, nou, dit is een handtekening zetten en verder niet. Maar, ik begrijp een kort vraag. En dan wil ik toch iets zeggen over dit gebouw. Want dit gebouw is een fantastisch gebouw. Omdat het iets is wat vanaf 1952 onderdak heeft gegeven aan heel veel jonge Amstelveeners die hier hun eerste educatie hebben gekregen. Die hier opgevoed zijn. En ik begreep, er was een aquarium hier, en dat soort prachtige elementen, dat herinnert iedereen zich die een stuk jonger is en ik wel, dat we vroeger vaak aquaria hadden in scholen, dat er altijd iets was, wel een ruimte waar we met elkaar konden zijn, waar we nog ons konden verkleden als Zwarte Piet,
om de jongeren uit de school te sleuren op weg naar Spanje. Als Sinterklaas weer op school was aangekomen, nou weet je wel, dat soort avonturen maken wij mee. U ook vast op deze school. Maar deze school heeft een ziel. En dat is absoluut waar. Maar er is één ding, en het zou toch wel een enorme wens zijn als we zeggen, dit monument, daar willen we met z'n allen trots op zijn. En dat is dat we eigenlijk moeten sparen. En ik ben heel voorzichtig om het te zeggen, maar ik weet bij het klotst bij ons niet over de plinten, zal ik maar zeggen, met het geld. Maar eigenlijk is het wel jammer dat ooit om milieutechnische redenen besloten is om de stalen kozijnen, die horen hier echt bij, dat die eruit zijn. En ik kan me zo voorstellen dat je zegt, als we nou willen, dan zou die weer terug moeten in de oude stijl. Dan zou die weer helemaal moeten zijn zoals die was. En misschien ook nog wel weer met het aquarium, en dan kunnen we dan Paul van Riel bijvoorbeeld vragen om in het vervolg die vissen wat te voeren. En dan wordt het iets, dan komt die ziel weer terug. En dat zou ik heel mooi vinden, want dat is eigenlijk wat Herbert Raad hier als wethouder monumenten zegt, daar gaat het om. En wat Eva zegt is, je geeft de stad weer iets terug wat we eigenlijk wat kwijt waren geraakt. En dan zijn we toch weer waar sommigen van jullie allemaal willen zijn. En het valt me op, ik ben hier nog niet zo lang burgemeester, maar het valt me op, het heeft toch iets van een dorp. Want ik zie heel veel mensen die denken, die heb ik al eens een keer eerder gezien. Die kom ik ergens wel weer tegen. En dat is wel heel mooi. En ik vind het prachtig, en die complimenten wil ik graag aan jou ook geven, Herbert, dat jij zorgt dat dat gevoel weer terugkomt in de stad. Toekomst is een goed ding, maar trots op je verleden is minstens zo belangrijk. Gefeliciteerd met dit nieuwe, fantastische monument. Ja, kom erbij, want dan is het officieel. Als het niet goed gaat, dan ja. Jullie zien het. Daar gaat het. Wel een mooi. Ja. En ze hebben gezegd van, nou ja, als je weet wordt, daar is Anne voor bel van alle communicatie, fijn dat je bent. Dan hebben we ook een aardigheid ervoor. En ik wou naar voren doen. Kees Stil, Paul Paris, Alexa Roest, Lia van Egmond en Jet Redmeijer, als die hier zijn. Ja. Want we hebben een cadeau. En dat is dit boek, De Mooie Winter van Amsterdam. Dank voor de. Je hebt het direct gekocht. Dan geef het dan aan je aan iemand die daar een mooi mee kan doen. En dan hebben we nog. Nou, hebben ze allemaal. Nou, dat zijn ze. Even kijken. Dit was het officiële programma. Geniet nog even van elkaar. Praat nog even na. En dan hebben we nog een hele leuke middag met elkaar. Dankjewel voor jullie komst. Ja, nog steeds. En hier zitten ook de mensen die dat al meteen in behandeling kunnen nemen. Ja. Dus, oké, dank jullie allemaal voor de komst. Een hele fijne middag. Het is een beetje hier met de werk. Ja, kom maar.